via de sociale media krijg je berichten van hoe hierover wordt gedacht. Er wordt opgeroepen om op een bepaald tijdstip daar te zijn. Aanvragen voor demonstraties hebben we gehad. Kortom, het zal een heel hectisch gebeuren zijn daar op die donderdag als we het door hadden laten gaan. En helaas hebben we de ervaring in heel Nederland van hoe dat uit de hand kan lopen. Hoeveel inzet voor de politie daarvoor nodig is. En we vonden dat voor de karakter van die bijeenkomst vonden we dit niet goed. En ik heb ook een verantwoordelijkheid in de openbare orde en veiligheid in de gemeente Ede. En dat is de reden dat ik na goed overleg met de politie heb besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan. Wij kregen vorige week het bericht dat er aanstaande donderdag een bewonersbijeenkomst zou worden georganiseerd om de bewoners te informeren over het verdere proces. Dan gaan er bij ons een aantal processen lopen. Onze inlichtingendiensten gaan kijken hoe hun beeld is van de openbare orde situatie. Onder andere door sociale media te volgen. Maar ook door daar gericht op informatie op in te winnen. Onze eigen wijkagenten krijgen natuurlijk heel veel informatie binnen. De signalen die we vanochtend, toen we alles op een rijtje zetten, binnen hadden gekregen, was dat er ook een deel van de mensen die van plan waren om naar de bijeenkomst te gaan, dat die van plan waren om de orde te verstoren daar en dat ook het geweld niet zou worden geschuwd. Vooral de tegenstanders laten zich dusdanig horen dat een hele grote groep mensen daar ook bang van worden van de agressie die over dit land heen komt over dit onderwerp. Waren er ook signalen bij dat er ook mensen buiten Ede zouden komen? Wij hadden ook signalen dat er mogelijk mensen van buiten Ede zouden komen. Nou ja, het is natuurlijk een van de grootste onderwerpen waar wij onszelf op dit moment mee bezighouden. Dus niet alleen op het gebied van lokale openbare orde, want de politie is ook verantwoordelijk voor de administratie en registratie van mensen die nu in Nederland komen. Dat kost ons ook al behoorlijk wat menskracht. Maar als je kijkt naar de lokale situatie, zijn we primair verantwoordelijk voor de openbare ordehandhaving. En dat betekent gewoon dat we enorm scherp moeten zijn op signalen die er zijn, om ook op die manier onze inzet te kunnen bepalen. Stel nou dat inwoners van Ede toch nog hun reactie willen geven, is dat nog mogelijk? Natuurlijk. Er kan gebruik worden gemaakt van de site. Er kan getelefoneerd worden. Er kunnen misschien telefonische afspraken gemaakt worden. We gaan ook nadenken of er nog andere vormen van mogelijkheden zijn dat de bewoners hun zorg kunnen delen met de gemeente. Deze inloopsessie die gaat niet door, maar alle andere manieren waarop gecommuniceerd kan worden met de gemeente Ede, alle lijnen staan ervoor open.